ontzettend fijn dat we hier zijn in het prachtige mooie klooster. Stilte en ontmoeting. Ja. En waar zitten we hier eigenlijk? Ja, nou, voor mij is dit een plek waar ik eigenlijk best wel vaak geweest ben. 3 dagen of zo voor een retraite, om weer echt even terug te komen bij mezelf. En dat is echt lekker dichtbij voor mij. Dus een heerlijke uitvalsbasis. En ik dacht op een gegeven moment, een beetje structuur in mijn leven kan ook geen kwaad. Laat ik eens kijken of ik wat mee kan leven hier. Dus toen heb ik 1,5 maand meegeleefd. En dus het was ook even mijn thuis echt, zeg maar. En echt super lief, dus de zusters die hier wonen. Het is echt een warm bad en liefdevolle gastvrijheid bestaat gewoon nog. Dat ervaar je hier echt. Maar de dagstructuur was iets te veel van het goede. 9 keer op een dag ontmoeten. En dat matchte op een gegeven moment niet meer. Maar ik heb wel heel veel uitgehaald. En het was een mooie ervaring. Mooi zeg. Dus. Je bent een voorbeeld voor veel jonge artsen. Hoe oud ben je, als ik vragen mag? Ik ben 34. 34. Ja. Je bent arts. Ja. Je bent ook concertpianist en beroepspianist. Hè? Ja. Kan ik dat zo zeggen? Ben je beroepspianist? Wat ben je eigenlijk, Danielle? Ben je arts of ben je pianist? Ik zeg wel dat ik ben gewoon mezelf. En dat is alles wat daarbij hoort. En ik vond het ook echt op de kleuterschool. Dan vragen ze al, wat wil je laten worden als je groot bent? Ik vond dat zo'n rare vraag. Want ik had zo'n, maar ik ben toch al? Hoezo moet ik iets worden? Ik ben gewoon mezelf. Ja. Dus altijd heb ik gewoon gezegd, gewoon mezelf blijven. Ik hoef niks te worden. Nee. Dus ik zie mezelf ook niet per se in een hokje van pianist of een hokje van arts. Nee, ik ben gewoon mens, ik ben gewoon mezelf. En het zijn instrumenten die ik gebruik. Ja, instrumenten om wat? Om mensen te inspireren, om mensen hopelijk... Dat is eigenlijk überhaupt mijn missie in alles, alle verschillende dingen die ik doe, is om mensen echt hun eigen kracht te laten herontdekken. En dus of dat nou via de muziek gaat of via medische consulten, het is altijd gaat het er voor mij om. Ja. En waar komt dat vandaan, Danielle? Waarom heb jij die drang om het beste uit mensen te halen? Ik denk voor een groot deel ook uit mijn opvoeding. Mijn moeder die was altijd volle potentie benutten. En ook toen ik klein was, deed ik echt 20.000 activiteiten. Dat was echt niet normaal. Maar dat paste bij mij, zeg maar. Ja. Dus zij was heel erg van. En ik kom natuurlijk ook vanuit... Er zijn emigranten geweest vanuit Suriname. En dan heb je, denk ik dat meerdere emigranten dat hebben. Ze van, hier ligt de kans. Dus hier gaan we alles benutten. Hier is alles mogelijk. Dus ik denk dat een deel ook echt wel komt vanuit mijn opvoeding. En ook wat ik zeg maar zelf ervaar als ik bijvoorbeeld retraites doe, dat ik dan weer zo'n unieke oerkracht voel, soort van. En dat ik vanzelf wijsheid krijg die op een hele natuurlijke manier komt, dat ik ook echt denk, boeken, echt laat maar zitten, ik heb dat niet meer nodig. Het zit allemaal van binnen. Dus omdat ik dat zelf ook heel sterk ervaar, van het zit van binnen. En door contact te maken daarmee, kunnen denk ik heel veel meer mensen veel meer doen dan dat ze doen. Zo, dat is een hele wijze opmerking. En ja. Sinds wanneer heb jij dat gevoel van, daar zit een oerkracht en ik hoef me eigenlijk alleen maar aan te raken? Is dat iets wat je eigenlijk altijd al wist of is dat iets van de laatste tijd? Nou, ik denk, zeg maar als kind heb ik dat altijd, was het een vanzelfsprekendheid, dus dacht ik er helemaal niet over na. Dus het was gewoon een vanzelfsprekendheid. En toen heb ik zelf wel later, na mijn 21ste, wel even een beetje een crisis gehad van dat ik eigenlijk te veel naar andere mensen ging luisteren. Hè, van wat ze van me verwachten, waardoor ik eigenlijk die connectie verloor. En sindsdien heb ik eigenlijk geleerd om weer bewust die connectie te gaan maken. En dat ik er meer bewustzijn over heb gekregen. En dat het niet meer vanzelfsprekendheid is. Ja. Dus dat is dan daarna gekomen. Ja, en is dat ook de periode geweest dat je gekozen hebt voor de geneeskunde? Nee, want na mijn middelbare school, ik deed ook al vooropleiding op het consortium in Den Haag was dat. En toen was de keuze van oké, wat ga ik doen? Ik vond geneeskunde leuk, praktisch, mensen, de mensheid is oneindig interessant. Nou, voor allebei heb je loting toelating. Dus voor consortium heb je toelating, voor geneeskunde heb je toelating.
Dus had ze van, nou, ik probeer gewoon allebei en ik zie wel wat er dan gebeurt. En toen voor allebei toegelaten, aangenomen. En toen kwam voor allebei? Het, ja, en toen kwam het dilemma van, oké, wat ga ik nu doen? Moet ik kiezen of is het, of kan het gewoon? En mijn moeder is altijd van, ja, gewoon proberen. Ja, en je ziet wel. Dus ze zei, goed, doe gewoon allebei, joh. Ja. Dus ik heb gewoon allebei gedaan tegelijkertijd. En dat was echt toptijd. Dat was voor mij echt een toptijd. Dus ik vond het superleuk. Maar dat is hard werken, zeg. Nee, want het paste bij mij. Dus dan is het niet hard werken. Mooi. Dus als iets bij je past, dan kom je in de flow. En dan kost het bijna moeite. Nou, je hebt beide afgemaakt, conservatorium en geneeskunde. Wat is nou de verbinding tussen die twee? Waarom matcht dat zo goed? Het matcht denk ik vooral goed omdat het mij in balans houdt. Dus ik weet niet zozeer wat het voor anderen is, maar in ieder geval, het houdt mij in ieder geval in balans. En het rationele wat het medische soms kan hebben, en het feitelijke, dat heb je helemaal niet in de muziek. En een muziek dan raakt echt het onzegbare. En dat is een laag die heel belangrijk is om ook te raken. En voor mij houdt het sowieso mij in balans. Mooi, het houdt jou in balans. Ik heb ook, in de vorige podcast was Hans Kerkkamp aan het woord. Ik heb een vraag voor jou vanuit die podcast van Hans. Ja. En Hans zegt van, joh, het is eigenlijk al steeds meer gebruikelijk dat muziek en gezondheid wat dichter bij elkaar komen. En dat het ook veel een positief effect heeft op de gezondheid. Ben je het daarmee eens? En zou het niet mooi zijn dat dat wat meer wordt uitgebreid, hè, die combinatie? Ja. En hoe dan? Ja, goede vraag. Ik denk zeker dat het een toegevoegde waarde kan zijn. Volgens mij in Turkije is er ook een soort ziekenhuis waar ze muziek echt heel erg toepassen. Dus dat is wel interessant. De feitelijke wetenschappelijke achtergrond heb ik niet in verdiept. Maar wat ik wel heel sterk merk is dat mensen door muziek bij een emotie komen, dat allereerst. En ook door emoties die niet eigenlijk losgelaten worden, dan kunnen er heel veel blokkades ontstaan en ziektes en van alles en wat. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om in contact te komen met je emoties sowieso. En ook even een moment voor jezelf te hebben. Dus in die zin is het denk ik wel heel helend. Zeker als ziektes voortkomen uit een emotionele blokkade. Wat ook nog is, als je bijvoorbeeld samen muziek maakt, wat ik dan weer heel sterk merk, bijvoorbeeld als samen gezongen wordt, dat het zo'n verbindende kracht is. En dat is ook zo fijn om te ervaren, om mensen het gevoel te geven van veiligheid, veiligheid en verbondenheid, zeg maar. Nee. En ik heb dat extra sterk ervaren in Afrika. Ik was daar toevallig voor een koosschap gewoon. En daar was een ziekenhuisband. Dus die band die speelde dan elke zondag. Een ziekenhuisband? Ja, een band. Ja, een band. Ja. En het was al een missieziekenhuis, dus het was in het kerkje. En die speelde dan elke zondag voor de patiënten daar. Maar ook één keer in de week voor de medewerkers, zeg maar. En dan werd er samen gezongen, samen gedanst. En je merkte iedere keer als dat gebeurd was, dat het veel meer eenheid was. En ook mensen, de patiënten, die kregen er zoveel blijdschap van. Die leefden echt helemaal op, zeg maar. Dus ik had echt van, oh, dit is echt medicine for the soul, dit. Dit is echt zo krachtig. Ja. En nou ja, dat zou al gewoon supermooi zijn als we hier een ziekenhuis zouden hebben. Met een ziekenhuisband die gewoon één keer in de week of twee keer in de week gewoon muziek maakt voor de mensen. Ja. Ligt daar een missie voor jou? Ja, ik had wel even zat het, popt het in mijn hoofd. Maar ja, wie weet. En nou is het zo, je noemde het al, hè? Je bent een co-assistent geweest. Ja. We weten ook dat heel veel co-assistenten en jonge dokters het heel zwaar hebben in deze periode. Natuurlijk door de corona, maar überhaupt zwaar hebben. Je ziet ook in de cijfers dat er veel jonge artsen zijn die kampen met burn-out. Ja. Jij bent zelf ook jonge arts. Herken jij dat? Ja, ik herken het wel. En dat, laat ik zo zeggen, ik heb in mijn vijfde jaar van geneeskunde, toen werd ik op een gegeven moment echt elke maand ziek. En toen, dat is voor mij dan echt zo'n alarmbel van, ja, dit klopt niet. En dat was ook omdat ik weet nog wel, toen ik begon met mijn co-schap,
dat was de eerste beoordeling die ik kreeg. Het gesprek, hè, ging niet zozeer over mijn kennis, maar ging over je lacht te veel. Oh, echt? Ja, dus je wordt dan aangesproken op gedrag en professioneel gedrag. En, je lacht te veel? Ik lachte te veel. Ja, ik lachte te veel en dat was een conclusie, ik neem het niet serieus genoeg. Nou, dat heeft, uiteindelijk heb ik in Afrika gezien, oh, dat heeft met cultuur te maken. Ja. Daar lachen ze ook heel veel en dan zijn ze serieus tegelijkertijd. Dat sluit elkaar niet uit, maar goed, dat is een cultuurverschil. Vervolgens kreeg ik ook een andere keer te horen, ja, je bent zelfverzekerd of zo. Nee, ik heb heel aangesproken op professioneel gedrag, laat ik het zo zeggen. Niet zozeer op kennis. Nou, wat ik dan ben gaan doen, is maar gaan aanpassen. Aanpassen. En ik denk dat dat heel veel gebeurt in de, tijdens zo'n co-schap. He, want je wil niet opvallen, je wil niet vervelend zijn. Nou, je weet precies wat je op een gegeven moment moet doen. Je moet assertief zijn, maar ook niet te assertief. Je moet dit, en moet dat, en moet dat. En het gaat uiteindelijk alleen maar hoe je je daar sociaal opstelt. Voor mij was het meer een soort van sociaal experiment dan dat het echt een kennisexperiment was, laat ik het zo zeggen. En daar knap je op af, voor een deel. Of ik in ieder geval. He, continu dat aanpassen en eigenlijk niet kunnen zijn wie je daadwerkelijk bent. Yeah. Omdat dat lijkt dan in de reguliere wereld het ook niet echt meer toe te doen. Ja, het is meer een soort van, nou, je hebt je protocollen en dit is hoe we patiënten behandelen. Laat die emotie alsjeblieft thuis en wees professioneel. Dat is een van de redenen waarom ik denk ik uiteindelijk ziek werd, omdat ik negens haalde. Op een gegeven moment was ik de perfecte co-assistent, hè, deed ik het helemaal zoals het moest. Maar toen dacht ik, ja, sorry, nee. Je was te ver van jezelf verwijderd. Ik was echt te ver van mezelf verwijderd. Ja. En ook knapte ik toen wel een beetje af op het beeld wat ik zag in de ziekenhuis. Ik vond het niet vitaal. Ik vond de vitaliteit ver te zoeken onder het personeel. Ik vond vitaliteit, natuurlijk, zijn patiënten. Ja. Maar het was voor mij. Wat doe je daarmee, Daniel? Ik vond het niet vitaal. In wat zeg maar, als je zo snel moet werken dat je geen contact kan maken met mensen, dan blus je uit. En dat zag ik dan veel om me heen, hè, de co-schapplekken waar ik dan was. Gewoon eigenlijk heel veel uitgebluste artsen die gewoon robots waren en geen contact maakten. En ik had zo van, is dit mijn toekomst? Nou, nee. Dit is niet mijn toekomst. Nee. Maar had je dat op verschillende plekken? Of ja, was dat echt op verschillende plekken. Ja, oké. Okay. Ja. Dus dat is de cultuur in nou, de nee, opleiding. Ik wil niet generaliseren. Nee. In ieder geval de plekken waar ik toen was geweest, zag ik dat. En ik ben ook wel in kleinere klinieken geweest en daar zag ik dat helemaal niet. Okay. Dus in ieder geval die plekken waar ik toen kwam, toen had ik echt, ja, sorry, nee, ik wil zo niet werken, ik wil zo niet leven op deze manier. Nee. Dat ik de patiënt als nummer ga zien. Ja. Want het gebeurt op het moment dat je gewoon zo veel snel en lang moet werken. Dus, maar je hebt je netjes afgemaakt, de perfecte co-assistent, perfecte leerling, fantastisch afgerond. Ja. En toen dacht je, ja, en nu? Nee, in de tussentijd, toen ben ik gewoon op een gegeven moment gestopt. En toen ben ik me verder gaan oriënteren. Ja, kun je ook anders arts zijn? Toen ontdekte ik de acupunctuur, dan de Chinese filosofie. Toen ben ik dat eerst gaan doen. Dat vond ik super interessant. Haptonomie ontdekte ik ook. Vond ik super interessant. Het gaat dan echt over je, eigenlijk weer in contact komen met je gevoel. En dat weer als zintuig gaan gebruiken. En toen sprak ik ook artsen die dus anders arts waren. Dus toen dacht ik, ah, het kan ook anders. Ja, welke artsen waren dit? Anders. Er was één haptonoom, een arts die ook haptonoom was, zeg maar. En dat was ook een acupuncturist dan, zeg maar. Die dan ook het combineerde met regulier werk. En, okay. Dus toen dacht ik, oh, het kan ook wel anders. Yes. Het hoeft niet. In ieder geval, kijk, voor sommige mensen past het echt goed. De ziekenhuissetting, de reguliere wereld. Maar dat was niet mijn plek in ieder geval. Nee. Dus, Je noemt jezelf nu ook integraal arts. Ja. Wat betekent de combinatie van regulier en complementair, kan je dat zo zeggen? Ja, terminologie is lastig. Ik denk aanvullend, hoe bedoel je aanvullend? Aanvullend op wat? Wat? Hoe bedoel je? Mm-hmm. Yeah. dus het is, het zijn allemaal methodes. En voor de een is het de ene methode passend en voor de andere is een andere methode passend. Ik zou ze niet in zo'n hiërarchie zetten van regulier en de andere is een beetje aanvullend of zo. Nee, precies. Ik vind dat een beetje te kort. Ja, en dat vind ik ook een beetje te kort. Wat zou jouw oplossing zijn? Hè? Ik bedoel, je staat volop in, zeg maar. Je kan ook, je hebt ideeën van hoe het anders kan, hoe het beter zou kunnen als je
als jij voor het zeggen zou hebben, wat zou dan de volgende stap zijn? Ja, vind ik heel lastig, omdat er altijd zoveel meer bij komt kijken dan ik mij in kan denken, zeg maar. Maar allicht gewoon acceptatie dat er meerdere wegen zijn die naar Rome kunnen leiden. En dat vond ik ook heel mooi in de integrale opleiding, die term die ik daaruit geleerd had van... We praktiseren niet evidence-based medicine, maar we praktiseren cultural-based medicine. Want, laat ik zo zeggen, complementair wordt afgezet een beetje als van is niet bewezen en werkt niet, alleen maar placebo. En regulier is allemaal wel bewezen, maar dat is het helemaal niet. En er is ook heel veel wat bewezen is in het complementaire circuit, wat niet geaccepteerd wordt. En ik schrok daar ook van. Ik heb in het AMC, het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam, heb ik onderzoek gedaan op een gegeven moment naar acupunctuur. En het was bij een anesthesieafdeling. Ik voelde me echt een soort van heks daar op die afdeling, want iedereen vond het vet raar. En maar toen ging ik dus artikelen lezen over acupunctuur. En toen ontdekte ik hoeveel bewijs er al wel niet was. En ook dat er dat British Medical Journal gewoon een wetenschappelijk tijdschrift heeft voor acupunctuur. En ik dacht van, hè? Hoezo doen we hier met z'n allen alsof het placebo is? Er is al superveel bewijs. En dan denk je, ja, maar waar komt die angst dan vandaan? Het is echt dan een cultuurclash. Van gewoon, ik accepteer het niet, want dat is... Ja, dus zeg maar... Iets meer openheid naar verschillende methodes en ook iets meer gericht dus op dat zelfherstellende vermogen en op leefstijl. Dat zou ook gewoon heel mooi zijn. Ja, is dat ook iets wat je in de opleiding hebt gehad, leefstijl en het voorkomen van ziekte? Nee, niet echt. Nee. Misschien dat er wel genoemd is van als je hoge bloeddruk hebt, ja, dan moet je inderdaad op voeding letten. En dan wordt dan altijd het niet-medicamenteuze advies genoemd. En dan wordt even snel zo, niet-medicamenteuze advies, leefstijl. Ja. Maar volgens deze medicatie. Dus het voelde altijd een beetje alsof een ondergeschoven kindje. Ja, niet echt belangrijk, maar noem het wel even. En dat is in ieder geval hoe ik het geïnterpreteerd heb. Misschien interpreteren andere mensen het anders. Nee. Ik heb voor mijn gevoel niet echt geleerd van hoe kun je ziekte voorkomen. En als het voorkomen was, dan was het secundaire preventie. Dus als je diabetes hebt, hoe voorkom je dat je polyneuropathie krijgt? Dus dan was het daar wel weer op gericht, zeg maar. Als je dan naar de toekomst kijkt, wat is nou jouw wens voor de gezondheidszorg? Dat leefstijl dus belangrijker wordt en ook de intuïtie belangrijker wordt. Dat hoop ik ook. Want... Waarom is die intuïtie zo belangrijk? Omdat mensen eigenlijk zelf weten wat ze nodig hebben. Heel vaak. Veel meer dan dat ze denken. En als dat ook net wat vaker aangesproken wordt, dan kunnen behandelingen ook veel effectiever zijn. Dat te maken duurzamer. Met eigen regie van die patiënt of van de cliënt? Ook, maar ook omdat zij echt weten wat het probleem is. Zij weten het echt. En wij kunnen als artsen natuurlijk een beetje helpen, sturen, coachen en vragen stellen. Maar zij weten echt wat het probleem is. Oké. Okay. Hoe zou je dat dan... Als zij weten wat het echt probleem is, intuïtie. Dus zij voelen zelf aan hun lijf wat past en wat niet past. En dan zou je als arts meer naar moeten luisteren of meer naar moeten vragen. Hoe zou jij dat dan inrichten? Ja, ik zou ze er meer naartoe brengen. Want het eerste punt is eigenlijk het herkennen sowieso. En voor mensen is het vaak makkelijk om de fysieke pijntjes te herkennen. Daar komen ze dan ook vaak mee. Ik heb hier last van. Maar om dan vervolgens te gaan voelen of bewust te zijn van de gedachten, dat is ook vaak al ietsjes makkelijker. Maar gebeurt ook niet altijd, hè, dat je observerend naar je eigen gedachten bent. Maar emoties echt te voelen. Dat is al ietsjes lastiger. En dan als je nog een diepere laag gaat, contact maken echt met je kern, dat is voor sommige mensen echt wel helemaal ver te zoeken, zeg maar. Dus leren van herkennen überhaupt, van al die lagen, dat is denk ik prioriteit nummer 1. En daarna het gaan omarmen als van, oké, maar dit is dus zo. En wat heb ik dan dus nodig? Nu, mooi. Op dit moment. En dat soort gesprekken kun je prima met jezelf voeren.
En dan kun je ook leren hoe je dat dan doet, zeg maar. Maar en dat is ook, in ieder geval voor mij, een belangrijke tool voor het zelfhelend vermogen. Dat je echt die bewustwording hebt en het ook echt accepteert. Oké, het is niet zo. En dan kan je lijf ook weer de balans herstellen. Want als je continu ergens tegen verzet, dan is er geen herstel mogelijk. Dus in die hele genezing is... Ja, en daar zit zeg maar ook een stukje intuïtie in. Van de bewustzijn van wat er eigenlijk van binnen allemaal gebeurt. En dan ook bijvoorbeeld op voeding. Voeding vind ik dan ook zoiets lastigs. Want er zijn heel veel meningen over allerlei diëten. En de een pretendeert de waarheid te spreken, de ander. En dan zijn er daarna weer nieuwe inzichten. En ik vind dat zo ingewikkeld. En natuurlijk zijn er bepaalde waarheden wel. Hè, dat je van bijvoorbeeld te veel toegevoegde suiker en hoge glucose krijgt. Hè. Ik heb zoiets van, joh, je lijf weet heel goed wat hij nodig heeft. En waarom zijn we niet bezig met mensen leren te voelen wat hun lijf nodig heeft? En te voelen waar ze goed en wel of niet goed op reageren. En als je dus überhaupt ook al met meer bewustzijn eet, dan voel je wat het met je darmen doet. Dan voel je wat het, of je er loom wordt, helemaal slow. Of dat je juist denkt, yes, ik kan de dag weer aan, zeg maar. En niet van, ja, regels, je moet dit en dit, want dit is voor iedereen goed en dat en dat. Ik geloof er niet zo in. Echt meer terug naar die intuïtie, want je lijf weet echt wel wat hij nodig heeft. Dus dat... Wauw, dat is heel mooi. Dus je zegt emoties, intuïtie, je hebt je eigen kompas in je eigen lijf. Geef mensen inzicht in dat kompas en zorg ervoor dat ze bij die kern al die lagen kunnen voelen. Ja. En ook naar die kern kunnen gaan. Ja. En als je dat kunt aanraken, dan staat de weg naar zelfherstellend vermogen staat in ieder geval open. Ja, zeker. Oké, okay. En wat betekent dat dan als we dat mensen meer zouden leren? Is dat dan een rol ook van de arts van de toekomst? Ja, hopelijk wel. Hopelijk wel, ja. 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 In ieder geval, het is in ieder geval mijn manier hoe ik met gezondheid bezig wil zijn. Want het past ook bij mij en ik heb zelf ervaren hoe dat dan is. Dus, en misschien niet voor iedereen, maar het is in ieder geval mijn manier. Oh, ja. Dus, in de afgelopen periode, coronaperiode, ja. Natuurlijk chaos, hectiek. En ja, wat komt er op ons af en hoe gaan we daarmee om? Ja. Hoe ben jij daar als arts mee omgegaan? Wat als integraal arts? Ja. Wat ik merkte, hè, dat er heel veel adviezen ook kwamen vanuit mondkapjes, wel of niet mondkapjes, wel of niet die vitamines, wel of niet zo, wel of niet. Ja. En dat ik dacht van, hè, maar dit zijn allemaal dingen buiten onszelf. Allemaal dingen buiten onszelf die we om controle nog te hebben ergens op. Ik dacht van, nee, dit is het ultieme moment om naar binnen te keren. En echt soort van verplicht eventjes tijd met jezelf door te brengen. En even weer te huishouden daarbinnen, zeg maar. Dus toen wou ik eigenlijk alleen maar als reactie daarop gewoon een grapje delen. Posten van een retraite dagprogramma, hoe je nog structuur in je dag kan houden. Dus ik deelde dat met mijn zus en ik zeg, ja joh, zullen we even een mooi fotootje maken met een mooi dagprogramma. En toen raakten we er echt zo enthousiast van. Dachten we, nee, we kunnen ook nog wel leesadviezen en meer wat betreft mindfulness en allerlei andere adviezen nog meegeven of inspiratie, hoe mensen ook rust kunnen vinden, maar ook zichzelf toch kunnen vermaken, zeg maar. Yeah. En dus toen is dat uitgegroeid tot een 21-daagse do-it-yourself-retraite. Waar we dus echt gewoon elke dag dan inspiratie stuurden. En ja, deden we best wel wat mensen mee. Dus, oh, echt deden de mensen mee? Ja, je deed echt meer dan 100 man meegedaan uiteindelijk. Wow. Dus dat was superleuk. En we probeerden dat ook echt holistisch aan te pakken. Dus echt alle onderdelen, hè? Je hoofd, je lichaam en je geest, zeg maar, te voeden. Ja, het smaakt er naar meer, Danielle. Ja, dat smaakt zeker naar meer. En doe je daar ook met je muziek iets in? Er zat ook muziek in. Ja, dus ook toen op een Constorm ooit een onderzoek gedaan naar wat muziek doet in het donker. Hè? Als je op de luisteraar en zowel voor de muzici. En daar kwam eigenlijk grappig genoeg uit dat... misschien niet heel gek, dat mensen wel meer naar binnen keerden op dat moment. Dus we hebben toch een soort van kleine mini-experimenten ook ingestopt
Dus dat mensen echt in het donker muziek moesten luisteren. En mijn zus die zei nog van, ja joh, doe er een voetenbad. Het is ook lekker als ze er een voetenbad bij doen. Ik zei, oké, ja, maar dan moet ik het wel zo opnemen voor de juiste beleving. Dus ik heb het opgenomen in het donker, met mijn voet in het voetenbad. Heb ik dan muziek opgenomen. En die hebben andere mensen... Maar die heb je zelf gespeeld? Ja, die heb ik zo opgenomen. Ik dacht, je moet wel in dezelfde setting als het mensen gaan luisteren, het opnemen. Ja. Dus dan heb ik in het donker, pikdonker, met mijn voet in het voetenbad piano muziek op zitten nemen. Dus ja. En dat dan gedeeld. Wat mooi, Danielle. Ja, je straalt ook helemaal als je dit vertelt. En, ja. En ik zie ook dat het bij jou heel natuurlijk in elkaar valt. Hè? Jij hebt volgens mij geen last van schotten. En waar mensen jou in plaatsen. Maar je bent inderdaad heel erg bij jezelf. En dat straal je ook uit. Dat is ook heel mooi om te zien. Je hebt ook muziek gecomponeerd waarin je dit gevoel ook wil laten horen en delen met ons. En daar gaan we straks ook naar luisteren. Volgens mij een mooi stuk vertelde je over dat je in Zwitserland of Oostenrijk... Ja, Zwitserland. Was dat ook alweer? Ja, Zwitserland. Ja. Ja. Ja, klopt. Toen was ik dus op een filosofiekamp. En toen was er geen ruimte echt om muziek te maken. Echt een goede ruimte. En ze hadden me dat wel eigenlijk toegezegd. Dus toen was ik 7 dagen al, zat ik al op eieren soort van. En toen... had ik eindelijk die fantastische chalet gekregen met uitzicht op de bergen en dan roofvogels die voorbij vlogen en kleine diertjes, zoals net Disney. En toen stroomde echt gewoon de creativiteit gewoon uit en ja, dat was heel fijn. Ja. Ja. En wat een gave heb jij om dat gevoel, hè, waar we op dit besprak van, waar we over spraken, van, dat dat eigenlijk de kern is van je gezondheid. Hè, dat gevoel van die kern, dat jij die kern ook met ons kunt delen door muziek. Ja. Dat gaat in principe over die schotten heen, heb ik het idee, als ik het zo... Ja, zeker. Ja, want mensen, natuurlijk heb je muzieksmaak, hè, en de een resoneert wel met de ander. Maar je hebt minder de vooroordelen die je met woorden soms wel kan hebben, zeg maar. Ja. En ook is het echt meer een spiegel voor je eigen ziel. Dus het spreekt datgene aan of het raakt datgene wat je op dat moment nodig hebt, wat geraakt moet worden. Dus ja... Mooi. Laatste vraag voor jou. Stel je bent directeur van de KNMG. Of je zit in een jong board. Misschien is dat wel een heel goed idee. Wat zou jij dan in het beleid willen aanpassen, zodat de arts van de toekomst... Ja, wat is dan die arts van de toekomst eigenlijk? Wat is de arts van de toekomst? Nou, in die beweging zie je al wel veel meer dat er veel meer aandacht is voor leefstijl, voeding en wat gezondheid is. Dus dat we echt gewoon artsen worden die zich met gezondheid bezighouden en het voorkomen van ziekte. En dat zou gewoon echt heel mooi zijn. En dat het ook veel meer al in de opleiding komt. Er zijn ook al initiatieven voor. Dus de beweging is al gaande. Dus dat is gewoon super mooi. En ik hoop dat daar meer van komt. We gaan een mooie toekomst tegemoet. Ja. Dankjewel, Danielle Born. Ja, dankjewel. Hartstikke fijn. Thank you.
first want to be together, to be useful to the world comes later. Oh, first want to be together, to be useful to the world comes next. Be with my heart, be my soul. First things first, to be at home. Be with my heart, be with my soul. First things first, to be at home. Oh, first want to be together. To be useful to the world comes later. Want to be together, to be useful to the world comes next. Look in my eyes, right through my soul, with curiosity to know what is inside, hiding to shine with open arms, no judgments, no. Look in my eyes, right through soul, with curiosity to know what is inside, hiding to shine with open arms, no judgments, no. 'Cause first want to be together, to be useful to the world comes later. Oh, first want to be useful to the world comes next. To be useful to the world comes next. Number
nummer wat ik zo ga spelen is, heet Another World. En is een plek in de natuur, niet zo heel ver hier vandaan. Dat is mijn secret spot, waar ik best vaak heen ga. En als ik daar kom, voelt het echt als thuiskomen. En ook raak ik soms ook wel echt gewoon ontroerd. En het is gewoon echt een fantastische, magische plek voor mij. En ja, creativiteit stroomt daar ook. Dus ik heb er ook een nummer over gemaakt. En nee, het is Another World, omdat ik me waan alsof ik in Afrika ben. En ja, dat is heel mooi. Just another world where I can see the lions walking and see the zebras tucking and hear the sheep making noise. Just another world where I can see the lions walking and see the zebras tucking and hear the sheep making noise. See the zebras tucking and hear the sheep making noise. Just another world where I can see the lions walking and see the zebras tucking and hear the sheep making noise. See the zebras tucking and